Breda Nu. Je weet het meteen. Goedendag Breda. Het is weer weekend. Ik ben Bart en welkom bij het Weekoverzicht. Het Stedelijk Museum van Breda vierde afgelopen week haar 1-jarig bestaan. Bezoekers konden gratis naar binnen en er was live muziek. Vandaag bestaan wij maar liefst 1 jaar. Dus wij vieren vandaag ons 1-jarig bestaan. Het is zo snel voorbij gegaan. En dit is het jongste stadsmuseum van Nederland, Stedelijk Museum Breda. En het museum is voortgekomen uit het voormalig Breda's Museum. Dat veel meer het accent had op Breda's erfgoed en op de stadsgeschiedenis. En dat is samen opgegaan met MOTI, Museum of the Image. En dat was meer het museum voor beeldcultuur en hedendaagse kunst. En dat is opgegaan samen in dit hele nieuwe museum. Met nieuwe spannende verhalen en verbindingen over Breda. En wat valt er vandaag te beleven hier? Van alles. Rondleidingen van museumgidsen, museumdocenten. Die jou gidsen op zaal bij True Beauty. En True Beauty is een hele aparte tentoonstelling die net op de grens van kunst en wetenschap zit. En daarnaast kun je hier een aantal highlights vanuit onze collectie bewonderen. Ook met de rondleidingen. Voor de jongste onder ons kun je gebruik maken van een kleurwedstrijd. Je kunt gaan kleuren. Je kunt namelijk dit oudste stadsgezicht wat je hier achter mij ziet, zo zag Breda eruit anno 1500. Dat kun je dus kleuren. En de winnaar komt ook naast dit oudste stadsgezicht te hangen op zaal. Dus dat is ook wel uniek. En daarnaast hebben we jazzconcerten, silent disco. Dus er is hier van alles te doen vandaag. Deze week zijn we ook langs geweest bij Food Truck Festival Lepeltje Lepeltje. Konden we natuurlijk van alles proeven, waaronder ook de sfeer. En met wie ben je? Met mijn zus, vader, moeder. Nou, wat gezellig. En wat ga je hierna nog doen? Weet ik veel. Goedemiddag, hallo. Smaakt het een beetje? Het smaakt heerlijk, dankjewel. Wat voor bier is het? Dit is de Ginette. Ginette? Ginette Natural White. En is het speciaal bier? Ik vind het wel heel speciaal. We zijn vandaag bij Lepeltje Lepeltje. Superleuk evenement. Hoe heb je het georganiseerd? Sorry? Hoe heb je het georganiseerd? We doen dit ook in meerdere steden. En we kijken altijd naar wat de mooiste plekken zijn in de stad. En dit is natuurlijk een supermooi park. Mooie ligging. En verder hebben we veel Bredase acts opgezocht. En allemaal cateraars gevraagd of ze hier ook wilden staan. En op die manier eigenlijk. Lekker ijsje? Ja. Ja, wat smaak heb je? Nou, iets chocola met witte chocolade. En jullie hebben normaal chocola volgens mij? Ja, met witte chocoladestukjes erin. En vind je het leuk hier? Ja. Vindt u uw kapsel goed zo? Nog niet. Nog niet, wat moet er nog gebeuren? Oh jee. Ik laat het eigenlijk gewoon de professional over. Oké, okay, en wat is het leukste wat je hier kan doen? Het leukste? Nou, het leukste is om eigenlijk gewoon de hele dag lekker rond te struinen. Dus bijvoorbeeld als je kinderen hebt, is het bij het kinderprogramma natuurlijk superleuk. Er is muziek van allerlei soorten muziek. Er is nu een singer-songwriter bezig. En verder is het natuurlijk heel leuk om van alles te eten, naar de speciaal bier te gaan en misschien te eindigen bij de wijnbar. Het is eigenlijk ontstaan omdat we zelf heel erg van eten houden en van lekker drinken. En van in het gras zitten, in een park zijn. En op die manier is het ontstaan. Heeft het begonnen eerst? Ja, zeker. Ja. Wat bent u aan het verkopen hier? Is het heel goed dat je maandelijk geld en steunt aan ons stint en slang, zo bereikt. En waarom praat u Duits? Wat is het? Je praat Duits toch? Duits? Ja? Duits gaat uit koffie. Maar wat zit er een slang in? Mag ik kijken? Nou, dat is net al. Is dat een gevaarlijke slangje prooit? Is het een python of een van webslang? Dat is een hartje nog altijd. Wat zit hierin? Mag ik eens kijken? Dat is ik weet. Oh, ja. Dat is een sambal. Dat is een sambalbal, toch? Sambal.
Afgelopen donderdag was het internationale yogadag. En ja, dan moet er natuurlijk wel geyogaat worden. Vandaag is de internationale dag van de yoga. Wat is vandaag een beetje de bedoeling? De bedoeling is het algemene publiek wat nog niet zo bekend is met yoga, dus meer bekendheid te geven aan yoga. En omdat het ook iets bijdraagt aan het welzijn van de mensheid, de mens, is het dus zo dat we dachten de yoga mensen, en het is ook uit India, uit de overheid van India en door de Verenigde Naties bevestigd als een dag die aangewezen is om yoga meer in de belangstelling te stellen. Oké, ik heb zelf net een uurtje meegedaan en ik voel me goed op een manier dat ik me nog nooit eerder goed heb gevoeld. Hoe komt dat? Yoga oefeningen zoals we die gedaan hebben werken op verschillende niveaus. Hè. Dus je hebt het fysieke niveau, hè, de botten, spieren. Dus het creëert ruimte en souplesse voor die gewrichten en spieren. Maar het werkt ook door op het fysiologisch niveau. En dat betekent dat het ook iets doet met de bloedstroom en de functie van organen en het functioneren van het metabolisme, de celstofwisseling. En dan doet het ook nog iets op het mentale vlak, dus met geest en beheersing van gedachten. En dan vervolgens kan het zelfs op een nog hoger niveau bewustwording geven over die hele energiehuishouding in jezelf. Maar goed, dat is na veel jaren oefening. Dames en heren, dat was de internationale yoga day, waarin je in het park een lesje mee gevolgd. Zoals je ziet ben ik nog niet helemaal in balans, dus ik mag nog even flink gaan oefenen. Maar ik weet nu al de moves. Ik denk dat ik toch maar yoga pants moet gaan kopen. Misschien wordt het dan iets beter op. De volgende traditie is de veteranen die deelnemen aan de Bredase Veteranendag. Die doen een mars door de binnenstad en die eindigt dan met een toespraak van de burgemeester. De Veteranendag hier zo in Breda, waarom is het zo belangrijk dat dat naast de landelijke Veteranendag ook nog apart hier gevierd wordt? Omdat denk ik mensen ook behoefte hebben om dicht bij huis hun verhalen te kunnen doen met mensen die begrijpen en weten wat het is om uitgezonden te worden in een ver land. Om daar te strijden voor vrede en veiligheid. En die landelijke Veteranendag is heel belangrijk, maar die is ook groot. En die lokale Veteranendag is iets kleinschaliger en is ook iets meer de mensen in je directe omgeving. Er zitten wat jonge veteranen bij, veteranen die nog in actieve dienst zitten. Ja, ook dat zijn veteranen, als ze een keer op missie zijn geweest. En je zag ook duidelijk de eerste groep die voorop liep, die echt al wat ouder was. Als ik het goed zag, zijn ze naar Nieuw-Guinea geweest. Je kon niet alle medailles precies zien, maar je ziet ook wat Libanon-mensen erbij. Dat kun je aan de beretten zien. Dus het is een mix van veteranen, van vroeger. Net na de Tweede Wereldoorlog tot vandaag de dag Irak of Afghanistan. Het is een lokale veteranendag, dus echt, en dat zie je steeds meer. Dus gemeentes die voor hun eigen veteranen zo'n moment creëren waar ze elkaar ontmoeten en ook waardering uitspreken. En wat dat betreft merk je natuurlijk ook dat de veteranenwereld is een wereld waar militairen altijd natuurlijk heel erg met elkaar komen en bij elkaar de verhalen vertellen. En ik vind dat heel erg belangrijk. En dat is datgene waarom ik hier sta, om die veteranen te danken voor hun enorme inzet. De Champions Trophy begint binnenkort echt, maar wij waren al aanwezig bij de overhandiging van de sleutel bij BH en BC, de wethouder De Beer. Maar ik ben heel erg blij dat we hier nu staan om de voorbereidingsfase om te zetten naar de toernooifase.
Nou, de Champions Trophy is eigenlijk een soort mini-WK voor de hockeysport. De 6 beste hockeylanden die spelen tegen elkaar voor een beker, voor de Champions Trophy. En dat vindt dus vanaf aanstaand weekend in Breda plaats. Het is een mooie mijlpaal, want ik weet nog dat we 2 jaar geleden is eigenlijk een beetje het idee ontstaan. En een jaar geleden hebben we echt een bidboek ingediend, dus echt aangegeven bij de Hockeybond dat we dit willen. En als je dan nu hier staat, een paar dagen voor het toernooi, met zo'n lange voorbereidingstijd, ja, dan geeft dat wel een goed gevoel natuurlijk. Nou, het begint nou echt een beetje werkelijkheid te worden. Eerst is het echt iets van 8.500 man, waar gaan we die neerzetten? Maar nou je dit ziet, ja, denk je van het wordt echt een fantastisch gebeuren. Het komt echt naar Breda. Dus en het is natuurlijk heel fijn en heel mooi om te zien. We zijn natuurlijk al weken ook met de andere clubs mee bezig geweest. En dan zie je binnen de laatste 2 weken is het ongeveer dat ze echt zijn begonnen met de opbouw. En dan gaat het enorm snel. En hoe ze dan zoiets kunnen wegzetten op een club, ja, op een gewone hockeyclub in Brabant, is echt fenomenaal. Nou, hoe onderscheidt de Champions Trophy nou zich eigenlijk van de normale hockeytoernooien, behalve dat het dan internationale spelers ook nog meedoen? Nou, je hebt een jaar geleden was het EK en dan zie je dus dat er nog best wel landen tussen zitten. De verschillen tussen landen zijn nog best groot. Bij een Champions Trophy zijn de verschillen zo klein, want het zijn echt de 6 beste hockeylanden ter wereld die tegen elkaar spelen. Dus iedereen kan van iedereen winnen en het is gigantisch spannend. Woon je in het centrum, heb je de afgelopen dagen een gratis ontbijtje gekregen. Dat komt omdat de Spar al een half jaar in het centrum zit. En dit moet gevierd worden natuurlijk. Hey, en een half jaar nu? Het is de bedoeling dat dit nog wel even doorgaat, denk ik zo. Nou, ik wil zeker nog wel een paar jaar doorgaan, ja. Maar om zo te zeggen, van, het gaat zo goed. Zoveel blije mensen, het personeel is blij. Ja, om zo te zeggen, van, we gaan lekker doorknallen en we gaan nu een halfjaartje gaan vieren. Wat zijn de plannen voor het feest? Ja, wij gaan voor de buurt wat gave acties doen. Elke bewoner die hier in een beperkte straal zit van zijn 100, 150 meter, die krijgt een ontbijtje de komende dagen aan de deur van ons. Een zakje met daar een croissantje, gratis koffie en wat stukken fruit. En deze lekkere croissantjes hangen straks bij u aan de deur. De croissantjes zijn nu inmiddels lekker afgekoeld. Dus we kunnen ze allemaal inpakken en gauw de straat op voordat ze straks allemaal al werken zijn. Helaas speelt Nederland niet mee met het WK, maar alsnog zijn we natuurlijk wel heel erg benieuwd naar de uitkomst. Daarom gingen wij de straat op om te vragen wie de mensen in Breda nou eigenlijk denken dat gaat winnen. Wie denkt u dat er gaat winnen met het WK voetbal? Ik denk en ik hoop Barcelona, of Spanje, Spaans voetbal. En tegen wie zullen zij in de finale staan volgens u? Ik weet niet hoe de opbouw is van de pools, maar ik hoop Duitsland of Frankrijk tegen Spanje. Geen idee, België. En gaat u het WK voetbal kijken? Niet zo intensief als dat ik dat deed met Oranje. En wie denkt u dat we gaan winnen? Ik heb geen idee, ik kijk nooit. Als Nederland meedoet vind ik het leuk, maar nee, geen idee. O jezus, ik volg dat niet. Wie? Denk jij dat Nederland gaat winnen? Nee. Aangezien vorig jaar was het niet zo best, of weet ik niet wanneer het de vorige keer. Dus ik denk het niet. Ja, Nederland doet ook niet mee. Nee. Ik geloof je helemaal. Wel hier, hè? De rode duivels. Tegen wie moeten ze in de finale? Brazilië. Denk ik. En gaat u het in België kijken in een gezellig cafeetje? Nee, thuis. Dan moet ik natuurlijk wel een land kiezen wat gewoon meedoet. België. Ja, en waarom België? Omdat ik voor België ben. En wie denkt u dat er tweede en derde dan wordt? Er wordt natuurlijk gematcht, fixed. Italië wordt tweede en Brazilië derde. Ja, natuurlijk hebben we deze week ook weer een foto van de week. Hij is gemaakt door Tamara Verhoog. Heb je zelf nou ook een mooie foto gemaakt? Stuur hem dan gerust op naar redactie@bredanu.nl. Ja, lieve kijkers, dat was het alweer voor deze week. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer met de laatste nieuwtjes en highlights van in en rondom Breda. Dus altijd een fijn weekend en houdoe.
Breda Nu. Je weet het meteen.